25, 26, 27, 28, 29. Ik kom! Ja, waar zit je? In die kratten zit hij. Jongens en meisjes, nee, we doen geen verstoppertje. Dit is Assassin's Creed en welkom. Na het intro gaan we verder met een missie, hoofdmissie. Na het intro. Oké, people, let's go to work. De bulk, de bulk. Hier zit hij. Hij wil wel gaan drinken met mij. En meneer, u noemde mij eerst Edward. En zo heet ik niet. Ik heb mezelf kunnen beschermen tegen die gozer. Maar wel op het punt om het te verraden. 1000 reals voor those maps. That's what? 100 pound at most. How is a man supposed to become rich in these times with a miser like Torres running the world? Have you ever worked on a plantation before? You know what I'm thinking? I'd like to see this observatory the governor's going on about. He said it were like a device that could follow people around and show where they were. A ludicrous idea. Imagine my wife with such an advantage over me. Imagine what a thing like that would be worth. Sell that to the right person and I'd be the richest pirate. Privateer in the West Indies. I'll catch you up on it. There's a sage in that house I must speak to. Noem dat woord piraat niet. Oké, zoek de gevangenisbewaarder. Inderdaad, de rijkste piraat worden is natuurlijk wel een goed teken. Alhoewel, die gasten hier, die willen mij natuurlijk niet zien. Want ik zit nu in een verboden gebied. En zelfs deze vogelverschrikker heeft een piratenkostuum aan. Wat grappig, joh. Oké, dat betekent dat als wij nog een beetje doorrennen, dat wij nu in een verboden gebied zitten. En ik heb een scheidhekel aan verboden gebieden. En waarom? Omdat ik hier niet graag in kom. Want dan word je altijd of gesnapt of gezien. En ik ga eens even fluiten, want die piraat daar zo, die hoeft mij nog niet te zien. Nou kan ik me niet voorstellen dat je mij niet ziet zitten in het gras. Ja, nou ja. Komt hij en dan gaat hij dat lijk zien. En voordat hij een geel geeft, zeg ik van... Huppakee. Kan hij niks meer mekkeren. Ik ga hem even beroven. Misschien heeft hij kogels bij zich. Geld, je weet me nooit. Niet zo heel veel. En even dit zo beroven. Huppakee. En het arendsoog doen we aan. En dan kunnen we precies zien hoe en wat. Nou, daar is de ingang. Dus ik moet sowieso hierin. Huppakee. En daar komt een meneertje aan met een zaklampje. En die gaan we eens even flink... Waar gaat hij heen? Ik kan hem daar pakken als hij daar een beetje gaat kijken tegen de muur aan. Nee, hij loopt een rondje. Dan weet ik niet wat hij gaat doen. Maar daarboven komt nog, staat nog iemand. Oeh, er wordt heel erg tactisch iets proberen. Wat als ik nu ga rennen? En die man zag me bijna. Daar moet ik even mee uitkijken. Maar daar is ook iemand en die ziet me dan ook. Dus we gaan even kijken waar hij naartoe gaat. Fluiten. Als je verstopt bent op een hoek op een volksgebied, druk je op B om te fluiten. Dat had ik nog niet door. Oké, hij heeft de sleutel, jongens. Kom maar, kom maar. Ja, kom maar. Steel de sleutel. Kan je hem killen? Oké. Ik ga hem beroven, want hij heeft de sleutel die we nodig hebben. Bevrijd de wijsgeer. Huh? Eerst moesten we hem slopen en nu moeten we hem dus weer pakken. Oké. Sounds fair. En weet je wat ik ga doen, jongens? Dik YOLO. Maar ik ga hier gewoon wachten totdat hij komt. En dan trek ik hem in één keer mee. Huppakee, zo doen we dat. Oké, nog zo'n mannetje daar. Daarom heet ook Assassin's Creed, hè, jongens. We zijn een sluipmoordenaar natuurlijk. Dat begrijpen jullie wel. Dat is de game. Moeten we hem vermoorden of zullen we gewoon door? We gaan gewoon door, denk ik. Ja, we gaan gewoon door. Huppakee. En voordat hij zich omdraaide, was ik alweer een stuk verder. En een nieuw gebied. Nieuwe kansen. Zo. En nu zit ik in het openbaar stuk. Waar ze me niet mogen zien. Oké. Kan ik hier overheen, denken jullie? Het zou kunnen. Hun blijven zo staan. Ik ga proberen, jongens. Zo. Ze hebben niks gezien. En ik moet hier langskomen. Dit is een lastig pakket, jongens. Ik zou van die bosjes naar daar kunnen. Maar ik zou ook gewoon hier proberen om... Ziet hij me niet, denken jullie? Oh, hij ziet me wel, hij ziet me wel. Ik ga fluiten, want dan trek ik hem zo mee. Let op, let op, let op. Komt u maar mee, meneer. En dan moeten we eigenlijk die vent ook nog hebben. Oh, er komen nog twee van die gasten aan. Scheisse, scheisse. Ik moet hem, denk ik, vermoorden. Ik moet hem vermoorden, ja. Oeh! Oké, niks aan de hand. Gebruik sluipgebieden om wachters te vermoorden. Oké, vermijd gevechten. We hebben dus nog geen gevecht aangegaan. Dus dat betekent dat ik nu in een goed gebied zit. Maar hier kunnen natuurlijk ook wachters komen. En het ziet er nu al goed uit op zich. Ik denk dat ik alles heb ge... Deur openen. Oké, ziet er tot nu toe aardig uit. Een hoop lijken, jongens. Hier ziet een beetje lijk. Oh jee. What is your true name, Rogue? It's her. Kapitein rot op. Captain piss off. Bianca Wolf piss off. Where is the sage? You set him free. I had nothing to do with that. Much as I wish I did. Take him to the ports. Send him to Sevilla with the treasure plate. Oh, wait now! I delivered your treasures, didn't I? You did, yes. But you robbed us of Duncan Wildworth. Ja! 100%! Jongens, high five. We hebben 100% voor de eerste missie gehaald. Bam, herinnering 05. Opeisen wat je toekomt. Geef ons feedback. Beoordeel deze herinnering. Nou, oké, we doen hem beoordelen. Ik vond hem heel leuk. Bedankt voor je feedback. Nou, graag gedaan. We hebben feedback gegeven aan Ubisoft. En we kunnen hiermee doorgaan. Dus we kunnen de mensen kunnen stemmen op de missie. Van of ze het een leuke missie vonden of niet. Nou ja, dat is de eerste keer dat ik stem. Deze pisvlek. Vader. Vader. Come, love. Up with you now. Nou, ik zit tenminste met een hele leuke dame in een cel, dus zo'n slecht leven heb ik ook weer niet. I hope it's so. You believe me, don't you? Can you not see me standing out there on the deck of a ship that's sliding into port? And there I am, a man of quality, with 1,000 doubloons spilling from my pockets, like drops of rain. I can see it. Schrikmoment. In 3, 2, 1. Ah! Opslaan. Nou, daar ben ik blij om. 100% gehaald. Ben ik blij om. Oh, we krijgen wat. Een koekje. Avondeten. Een koekje? Is dat mijn avondeten? Het zag er niet echt uit als avondeten. Het zag meer als een klein tussendoortje. Oh, wat gaaf. Dit is gaaf. Bemachtig je uitrusting. Ja, want kom op. Zo'n voetensteuntje die kan me echt niet weghalen. En we zitten nu op een schip. En dat betekent... Oh, chips. Wat moest ik doen? Wat stond er? Wat stond er? Wat moest ik doen? Wat stond er? Voor tip? Geld strooien. Ik kan alleen geld strooien. Er komt iemand, er komt iemand. Daar kan ik fluiten. Ik kan achter hem aangaan. Als ik heel zachtjes ben, kan ik hem pakken, kan ik hem pakken, kan ik hem pakken. En heel langzaam. Oké, ik heb hem even... Ze zijn niet vermoord, ze zijn buiten bewustzijn. Ik schop hem gewoon even dood. Sorry hoor mensen, maar ik moet even zijn ding beroven. Ze hebben me wel wat aangedaan. Oké, fluiten. Komt er wel iemand? Ik fluit toch mooi? Ja, er komt iemand, er komt iemand. Oh, die was mooi. Oké, dat gaat tot nu toe goed. We hebben nog twee mannetjes die moeten uitschakelen. Oh, dat heeft hij gedaan, als het goed is. En ik zal het afmaken. Oh, daar komt die gast. Er lopen nog twee daar. Daar moeten we even voor uitkijken. Ik zal gelijk zijn munitie roven, want dat hebben ze te goed voor mij. Oh, en er komt iemand. Kunnen we eventjes geld strooien. Kijk eens, allemaal centjes. Pak het op, zou ik zeggen. Hoppakee. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen, Jan? Zeg het maar. Fluiten? Ik fluit. Komt u maar. Kom maar naar baasje. Ja, er komt iemand, er komt iemand. Oh jee, er komt hij, er komt hij. En 3, 2, 1. No! Zo. Dat is hoe we regelen. En die andere heeft al die andere gast. Kijk, wij zijn echte piraat, jongens. Beroof 10 lijken. Hebben weer een uitdaging voltooid. High five, piraat. High five, kom op. High five. Oké, dan niet. En deze is voor je moeder. Zo. Kijk al dat goud, jongen. Als ik dit al had meegenomen, kon ik al 10 van die zwaarden kopen waar ik voor aan het sparen ben. Maar ja, het is decor. Ik kan er niet oppakken. Wat is dit? Dit is mijn uitrusting. Kijk eens, nu zijn we helemaal een volledige assassin. Mijn zwaarden, mijn pistool. Wat je nodig hebt, nou dat hoef je maar 1 keer te zeggen. Oh, kijk eens. Een nieuw schild. Ga naar het dek. Oké, we gaan naar het dek toe. En daar zal meer bemanning zijn. Bevrijd 23 piraten. Oké. Ik neem aan dat dat geen piraten zijn, maar dit is al een bad guy. Hoppakee. Oké, hoe gaan we dit doen, jongens? Want dit is opbergen. Wat is dit dan? Wat kan ik opbergen? Oh, mijn zwaarden. Ja, tuurlijk. Kunnen we ook het roer pakken? Oeh, die man ziet me. Oké, nu niet meer. Oké, we kunnen daar naartoe. Maar die man gaat me zeker zien. Kijk, die ziet me heel snel, die man. Kijk, ik doe helemaal niks. Hij komt er hier naartoe, want hij heeft natuurlijk die man geroken. Die vieze man die daar ligt. Oké, even wachten, jongens. Hij gaat hem zien en denkt, oh, een lijk. En dan sta ik erachter en dan denk je van... Hoppakee. En we gaan gelijk door naar achter, achter. Zo. Kom maar en... Pekka! Alsjeblieft. Die was mooi. Kan ik hem beroven? Natuurlijk kan ik hem beroven. Wat heeft u in uw ruppenkastje? $8. Jeetje. Gebruik een hoek om moorden uit te... Oké, let op. Let op, let op. Komt u maar. Fluiten, fluiten. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. En... En die ander ziet het, die denkt, oh shit, dat is een bad guy, Dat klopt, en we moeten niet al die piraten op ons dak hebben. We moeten niet al die piraten hebben. Oh, shit, shit, shit. En 3, 2, 1, nu. Hoppakee. Dat is hoe we regelen. Dat is hoe we het regelen. En er staat iemand boven ons. Kijk. En waar stond jij, piraat, toen ik zei van... Huppakee! Alsjeblieft. En deze piraat heeft vast wel meer dan 10 dingen bij zich. 10 goud. Of 18. Kijk eens, jongeman. Dat is even netjes. Kunnen we hangen? We kunnen hangen, maar dat doen we niet. We gaan springen op die haak. Kijk eens. Bam. En er staat nog een piraat daar zo. En die pakken we, die pakken we. Pakka. Dood. AUB. En blijf dood. Alsjeblieft. Wat? Goed zo, blijf maar liggen. Hallo piraatjes. Piepiraat, we gaan de gevangenisgasten bevrijden. Oké, we hebben 9 van de 18 bevrijd. Dat gaat heel snel. En nu gaan we natuurlijk naar het tweede schip toe. En hoe komen we daar het snelst? Door... Woehoe! Oh, wat vet! Let op, let op. Pets! En pets! Oh, snappy snoe. Er komen er heel veel piraten. Het valt best mee, want nu hebben we er 1. Nu hebben we er 2. En nog een tegenaanval, maar dat kan hij niet. Dus hij is dood. Zo, dat ging snel. Kunnen we het roer overnemen? Nee, dat kunnen we niet. We kunnen wel beroven. Zullen we gewoon in één keer al die gasten pakken? Kunnen we doen. Het zijn er maar 2. Ik ga zo in één keer pakken. Let op, alle 2 in één keer. Alle 2 in één keer. Mooi, 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 mooi. Dat was een mooie. Ja, hij stond er zo, ze stonden allebei zo mooi ervoor. Ik pak ze gewoon allebei tegelijk. Oké, dat zijn nog meer piraten. We hebben bijna een groupie. Een mooi groupie. En we moeten eigenlijk nog een schip gaan doen. En hoe komen we daar? Laten we dat eens even uit gaan zoeken. Oh, daar ben je niet. Oh, die was fantastisch. Wat een fantastisch. Dag meneer. Oké. Ja. Dat mag hoger. Wat een hoge mast, jongens. Even kijken. En een Spaanse vlag zie ik, geloof ik. Een Spaanse vlag. Olé. Hoe ver kunnen we nog? Kunnen we hier naar boven? Nee, daar kunnen we ook niet heen. Ik weet niet wat we nu moeten doen. Maar hier kunnen we op en dan kunnen we daar op. Doet hij niet? Wacht even. Zo. Dan gaan we naar de haak, maar dan gaan we weer naar beneden. Dus we zouden eventueel even naar boven kunnen gaan hier. En hoe hoog kunnen we die mast in? Ik ben eigenlijk benieuwd. Ik ga gewoon dat hele ding af. Zo. Kijk nou jongens, dit is echt fucking hoog. Oeh. Oeh. Nee, 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 nee. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh. Dat was niet goed. Dat betekent dat we overnieuw gaan doen. En dan kunnen we nog een keer die kills zien die we net hadden gemaakt. Sluipen, rennen, 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 rennen. En dan in één keer springen wij. We springen op die gast, maar nog niet. Nog niet. Let op, let op. 2 in 1. Kunnen we 2 in 1? 2 in 1, 2 in 1, 2 in 1. Tjaka! Tuurlijk doen wij de 2 in 1. En dan pakken we die vent. Hoe pakken we hem? We pakken hem namelijk. Zo! Een keer een andere manier. En die pakken we ook met z'n 2. Let op. Tjak! Alsof ze ervoor stonden. Let op. Moment, moment, moment. Oké. We gaan hier op toe. Nee, we gaan hier beneden. We gaan niet naar boven. We gaan beneden. We blijven hier. En dan wachten we totdat er die gozer, totdat die komt. Kijk, fluiten we. Kijk, dan denkt hij wel, hé, ik hoor wat. En dan komt hij hier naartoe. Kijk, let op. En dan pakken we hem. Dat is... Oké. Gebruik een hoek om wachters te vermoorden. Oké. Nou, daar heb ik hem, ga ik hem waarschijnlijk weer 100% halen, deze missie. Althans, het zijn er nu al een hoop aan het worden. Kijk, er staan er best wel een hoop. Dus we moeten eigenlijk even netjes één voor één moeten... Nee, niet naar boven, niet naar boven, niet naar boven. Hij doet hij elke keer, dat is zo vervelend. We kunnen hem ook schieten trouwens, eventueel. Kijk, nu doet hij het. Fluiten. Oké, wie gaat het horen van de 2? Hoor je het niet, jongens? Ik moet harder fluiten. We kunnen ook gewoon dit doen. Ik wil het wel een keer proberen hoor. Let op. Oh, hoppakee. Maar dat hoorden ze natuurlijk. En we vechten en we springen en we zijn zo blij. Oh. Oh, ik ben bijna dood. Gaat het zo snel? Oh, die was mooi, joh. Maak een moordreeks van 3 vijanden. En dit is de laatste, jongens. Bijna dood. Maar we hebben het gehaald. En dat betekent dat ik deze web mag beroven. En ik denk dat... Wat, wapens pakken, dat kan ook nog. Misschien had hij wel een beter zwaard, trouwens. Dat weet ik niet. Kogels zijn vol. Oké. Nou, dat is zeker mooi. We gaan die piraatjes bevrijden. Het zijn er maar 2. We hadden net wel in de eerste piraat die we hadden bevrijd waren er 9 gelijk. Dus dat is wel zo'n aantal. Een aardig aantal, moet ik zeggen. Niet een aantal. Dat is geen, dat is niks. Oké, en dan zouden we naar de overkant moeten. En hoe gaan we dat het beste doen? Ik zie hier al een touw. En dan gaan we zeggen, I believe I can fly. Oké, jongens, zijn we klaar voor? I believe I can fly. Oké, nee! Oh, verdomme. Nou, dan gaan we via de kanonskogels. Gaan we eventjes proberen naar boven te komen. Of via de zijkantjes. Huppakee. En dan gaan we kijken of de mensen op het... Oh, nee, naar beneden. Zakken, zakken. Goed zo. Nee, zakken, 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 zakken. Goed zo. Oké, we zitten nou op dit. We moeten om dat schip heen. Willen we dat ze niet ons zien. Oh. Nou, dan maar zo. Kunnen we hier ons vasthouden? Ja. Mooi zo, let op. Nu gaan we via achterkant, gaan we ze pakken. Mooi detail ook, dat schip. Zo. Dan gaan we hier naar boven. Ja. En dan gaan we kijken of we daar verder kunnen komen. En nu zijn ze ineens weg. Oh, ze staan hier achter die barrier. Oké. Dat betekent als we hier opklimmen, dat we dan in één keer op ze kunnen vallen. Namelijk... Chaka! Cheats! Met cheats kun je missies opnieuw spelen met interessante aanpassingen. Onthoud dat je vorige dan niet wordt opgeslagen. Cheats activeren, ga naar het pauzemenu, ga naar de sectie Abstergo uitdagingen. 4 dubbele moorden. Chak, 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 papa. Ik ga even kijken wat die Abstergo updates zijn. Even kijken. Edward Rewards. Is dat hem? Die wil ik hebben. Oké, die kunnen we niet pakken. Kostuums. Abstergo uitdagingen. Kijk, dit is hem. 100 van de 10 voltooide uitdagingen gehaald. Beloningen tonen. Sluipmoordenaar. Beloning. Oké, wat hebben we allemaal? Een cheat. En ik weet niet wat hij doet. Maar ik wil die cheat niet activeren. Maar ik wil toch kijken wat het voor cheat is. Nou, je kunt er niet kijken. Want het is voor tijd, we zijn met een missie bezig. En dan kunnen we het niet zien. Oké, we moeten hier kijken. Er zijn nog veel piraten. Ja, er zijn al aardig wat nog. We moeten even tactisch kijken hoe we die gasten kunnen vermoorden. Ik kan daar schuilen onder dat gat. Ik ga het proberen. Want ik denk dat we nu aan de onderkant kunnen lopen. En ook mensen kunnen doden. Dat weet ik niet zeker. Maar ik kan hier erin. Misschien is wel een nieuw gebied. Misschien is al in het schip. Ik zou het even niet durven weten. Maar hier zitten ook binnen piraten, zie ik nu. Oké, waar komt die, jongens? Pop, pop. Hij deed er lang over, zag je dat? Hij deed er veel te lang over. Dan ga je gewoon dood. Ik sta ook op een heel raar plekje. Huppakee. Tjaka! Heeft hij hem dood? Ja. Oké, nog 2. Waar zitten die? Zitten in die volgende kamer. Niet voor lang meer. Verroeien niet. 2 in 1, 2 in 1, 2 in 1. En... Tjaka! Hallo piraatjes! Hier is Piepiraat, jullie bevrijder. En ik haal jullie eruit. Bereid je voor, we gaan naar boven. Oké, heel slim van mij dat ik alvast die piraten ging bevrijden. Want we kunnen me misschien wel helpen met een gevecht. Alhoewel, die anderen gingen zeg maar in één keer weg. Die gingen naar het andere schip toe. En als het goed is sta ik nu precies tussen al die piraten in. Die ze net hebben vermoord. Uitstekende keus. En ik ga dus lekker hula hoepen naar het volgende schip. Woe! Oh, zo! Stel het schip. Stelen het schip. Ik vermoord eerst die piraten, jongens. Piepiraat, zeg altijd piepiraat. En piepiraat is geen piepiraat. Piepiraat, piepiraat, schip ahoy, hoi, hoi. Die is overboord. Oké, nou de laatste. En dat ging simpel. We zijn goed bezig, jongens. We gaan dit schip kapen. Your horror piracy. Hoor we niet. Het is ook zo heerlijk weer. Het is in Nederland nagebootst. En alle piraatjes komen aan boord. Doen jullie maar voor, David Jones. Gaaf. Wat een gave missie, jongens. Hele leuke opdracht. Ik ben goed bezig. Oké, willen jullie zien hoe dit verder afloopt? Kijk dan naar de volgende aflevering van Assassin's Creed. En dan gaan we zeker verder op deze woeste golven, om het zo even te zeggen. Doei doei!